Ro, wat ga je vandaag doen? Ik ga de panelen van de deur halen, zodat ik bij het binnenwerk van het slot kan. Want de centrale deurvergrendeling werkt niet meer. Alweer? Alweer. Dus we beginnen met deze, dit raamwerk eraf te halen. Dat zit gewoon geplakt. En met deze, ja, wat zijn het? Pennen in de deur geschoven. Dus dan kan je daar gewoon een beetje voorzichtig geweld kan je die er afhalen. Dat is één. En dan kan je hier achter bij de schroeven. Vervolgens heb je dan deze en deze schroef, die moet je loshalen. Vervolgens halen we de hendel los, door deze schroeven los te draaien. En dan kun je de hendel er zo afhalen. Dan moet je ook nog de ophangbeugeltjes voor de deurhendel eraf halen. Ik heb ze ook even gemarkeerd met onder en boven. Dan halen we de prullenbak eraf. Die kun je met twee schroefjes door die een kwartslag te draaien. Of een halfslag. Kun je die eruit halen en dan komt de prullenbak los. De deksel die zit gewoon geklemd. Dus die kan je netjes uithalen. Vergeet niet de dopjes. Nu de hendel loshalen. Die zit hier. Achter dit dopje zit een schroef. Dus we gaan eerst het dopje weghalen. Dan kan je deze, die kan je, dit pennetje kan je loshalen. De laatste puntjes waar die nog mee vast zit, dat zijn een aantal nietjes. Die zitten hier achter de rubber verstopt. Even kijken, ik heb er al een aantal uitgehaald. En deze witte puntjes, die kan je er gewoon uitwippen. En even kijken. En bij mij zitten geen nietjes meer in. Je zit alleen vast met plakband en deze puntjes. Bewaar die goed en je kan ze hergebruiken. Wat ga je nu doen, hoor? Nu kan de hele plaat, die kan eruit, dus het zit nu alleen nog met plakband vast. Dus nu is het heel voorzichtig, moet je hier een beginnetje zien te vinden om de plaat van de deur af te krijgen. Wat was er de vorige keer kapot? Ja, het mechanisme van de deurvergrendeling, dat zit hier aan vast, waardoor die open en dicht gaat. Hierachter zit een plastic pennetje, dat is afgebroken. En die had ik nu vastgemaakt met een tie wrap. En die heeft het ook begeven. Dus eigenlijk is er niks veranderd. Wat ga je nu precies doen? Nou, hierachter is een pennetje afgebroken. Dat was plastic. Dat kan natuurlijk nooit door. Plastic, je hebt zo'n slot. Deze beweegt op en neer om het slot open en dicht te doen. En dan neemt hij deze hevel mee. En dat doet hij door dit hierachter een pennetje wat hierin zit. En in plaats van een pennetje, nu gewoon een metalen boutje in. Dan moet ik er een gaatje voor boren. Dus dat ga ik nu doen. Ik begin met een klein boortje. Dit is de grote boor. En past dat? Zeker. Ga je niet doen? Ik ga even kijken of het nu test of het werkt. Ik heb hem nu even voor de maker doorheen. Er zit hier een schakelaartje die ziet of de deur open of dicht is. Dus ik doe nu even alsof de deur dicht is. Ik druk dit schakelaartje in.
En op de afstandsbediening zet ik hem nu op slot. En weer open. En wat ga je nu doen? Ik haal nu het slot er even uit. Het mechanisme. Zodat ik er beter bij kan. Ik heb nu de bel bevestigd. En ik heb een vast gekregen met Loctite. We zijn nu klaar om de deur weer in elkaar te zetten. Ik heb hier en hier en op verschillende plekken waar het niet zo goed moet plakken, heb ik wat nieuwe dubbelzijdige tape opgeplakt. Dus dat ga ik hier ook even doen. Ik gebruik hiervoor HPX Max Power. Wat gaan we nu doen? We gaan hem nu opplakken. Opzetten moet wel met z'n tweeën, hè? Ja, anders dan krijg je hem nooit helemaal recht. Haak hem eraf. Hoe draai je hem even? Die past er, die was vast. Doe een beugel op. Wat ben je nu aan het doen dan? Ik ben nu het haakje erin aan het doen. Dan gaat deze eromheen. Kijk, die zit. Ja, dan moet je dat doen. Kijk of hij werkt. Hij werkt. Kijk hoe blij die kijkt. Voilà. Wat gaat er weer op. Deze.